Ja, voorzitter, want ik kan toch even doorgaan op het punt van mevrouw Bikker. Want meneer Heijn gaat ervan uit dat we hier allemaal nog kunnen komen. En dan zegt hij, ja, misschien in nood nog digitaal. Maar je kan zelfs een situatie hebben dat wij allemaal hartstikke broedel zijn. En dat wij gewoon helemaal niks meer kunnen. En dan verwacht je toch dat de regering handelt zoals mevrouw Bikker dat zegt. Zou meneer Heijnk op deze vraag antwoord willen geven? In die situatie dat wij allemaal dood zijn, behalve de ambtenaren en de minister op VWS. Ja, dan, of doodziek. Hè? Nee, maar kijk, voorzitter, laten we nou niet doen alsof het... Kijk, het is makkelijk om dit in het extreme te trekken en te zeggen, we zijn straks allemaal doodziek en niemand is nog tot iets in staat. Ik bedoel, zo gaat het niet. En ook in die gevallen... ook als de minister doodziek is, dan zal hij een vervanger hebben. Tenzij die ook doodziek is. Kijk, het is natuurlijk absurd om te zeggen dat iedereen tegelijk doodziek is. Er zal altijd op het ministerie... dat is een heel ander probleem als dat aan de hand is. Maar er zal altijd bij het ministerie iemand zijn... die met de Kamer het debat aan zal gaan. En er zal altijd binnen onze fracties iemand zijn die het debat kan voeren. Dus of dat nou op afstand is of hier in de zaal, dat zal gewoon gebeuren. Vervolgt u uw betoog, meneer Heijnke. Het begint een heel surrealistisch debat te worden.